Ik ga hem niet halen, of wel? Oh, jawel. Ja, jawel, jawel, jawel. Nee, Ryan. Nee, Ryan. Nee! 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 Zo mensen, Jeroski hier. We pakken bij natuurlijk weer een nieuwe dag van de 12 dagen voor Kerstmis serie hier op GTA 5. We gaan vandaag natuurlijk weer drie verschillende races racen waarin er punten zijn te verdienen. En aan het einde ook punten zijn om weg te geven. Dus heb je hier nou zin in? Ram natuurlijk zijn Skyler blijft straks super gaaf. Bedankt allemaal voor het intunen. Bedankt allemaal voor de support. Maar de tussenstand op dit moment is als volgt. Paddy staat op de eerste plaats met 19 punten. Liam staat op de tweede plaats met 16 punten. Ikzelf sta op de derde plaats met 12 punten. Angelo staat op de vierde plaats met 10 punten. Rijn staat op de vijfde plaats met 9 punten. En Mike staat op dit moment op de laatste plaats met 6 punten. Maar alles kan natuurlijk gaan veranderen in deze aflevering. Dus bedankt allemaal voor het intunen, bedankt allemaal voor de support. En op naar de eerste race. Hier zijn we weer bij een nieuwe aflevering. En we zitten natuurlijk weer met Angelo, Paddy, Mike, Ryan en Liam. Hallo jongens! Angelo. Hallo. Hallo. Ja, ik ben meteen alweer gecrashed. Gewoon iemand anders is een gaspedaal vergeten in te drukken. maar we gaan natuurlijk weer drie races doen. Er kunnen weer veel puntjes verdiend worden. Of door te winnen. Of doordat je heel aardig bent voor elkaar, misschien. Dat weet je natuurlijk niet. Er zijn ook genoeg puntjes te verliezen. Ja, er zijn ook genoeg puntjes op te verliezen als je DNF haalt. Dus we gaan het weer meemaken. Thanks in ieder geval voor het intro. Thanks allemaal voor de support. Rustig, jong. Ja, ik probeer door te rijden, maar je spoiler zat in de weg. Dat is gewoon afweermechanisme. Zo! Wat? Waar kom jij vandaan dan, bro? Ja, ik ging even een stukje terugrijden om die. Oh ja, een klein stukje de lucht in vliegen bedoel je, of niet? Ja. Ga even door, jongen. Oeh! Oeh! Oh, oh nee! Ik rijd. Ik zat naar jou te kijken! Dat was echt een bizarre bolrij! Ja, we zijn er al twee naast, Liam. Ja. Als je nou wel een beetje aardig wil zijn achter me. Nee. Oh, dit is een oplet. Dit is wel een opletrace. Ik ken deze race. Oh, joh, joh, joh. Nee, dit is van dezelfde maker. Maar het lijkt net alsof hij diezelfde race nog een keer heeft gemaakt op een andere locatie. Nee. Dit zijn mijn regels. Nee! Ja, ik heb hem. Jij dickhead, jongen. Heel die stunt gehaald gewoon. Wacht, ben ik nou de enige die hem niet heeft? Wat is het nou? Een beetje slecht, Jan. Nee, Mike, je krijgt echt geen punten meer van me, jongen. Ik zweer het je. Nooit meer heb ik voor mijn gevoel. Oh nee, en nu faal ik hem zelf. Nu faal ik hem. Ja, lekker, jongen. Hoeveel laps zijn het? Wacht, hoeveel laps zijn het? 3. Oh, oké. Dan heb ik op zich nog wel geluk. Kijk, Mike, je kan puntjes verdienen van me. Maar dan moet je even in lap 2 en 3 iedereen tegenhouden dat ik gewoon nog een kans heb. Maar dat moet je niet zeggen tegen Mike. Ik haal hem toch niet. Die doet het, hè? Die Mike die doet het. Ja. Oh, joh, ik dacht ik niet snel. Doet het voor geen punten. Nee, ik ben nu in de flip. Ik draai nu een rondje en ik heb nu de checkpoint. Kijk, kijk, kijk. Maar wacht, er zit hier nog iemand gewoon. Ryan. Nee, Liam. Nee, Liam rijdt er een seconde achter me. Ondertussen. Oh nee, ik heb hem zelf niet. Oh, ik weet niet wat er gebeurde, maar ik ging er gewoon helemaal naast. Ik ben gelapt door Angelo. Het ding is, ik heb niet een scorebord bijgehouden voor het aantal keer dat iemand gelapt wordt. Want ja, dat gebeurt nooit, helemaal niet bij mij. Ah, nee. Nee, dat ik laat mezelf lachen, shit. Oké, ik heb hem. Ja, maar ik heb nu wel misschien een klein probleempje. En met een klein probleempje bedoel ik twee probleempjes, namelijk twee minpunten. DNF, joh. Oh, ik heb dat probleem ook. Oh. Nee, want jij ligt nog voor mij, dus... Ik moet nu echt even gaan concentreren. Dit wordt eventjes bochtenwerk. Tweede race. Ik ga al bijna tegen een boom aan, dus het scheelt. Lap 2. Wacht, hoe ver? Ik sta 1 minuut en 40 seconden op je achter, Angelo. Doorrijden, Jan. Ja, ik doe mijn best. Ik doe mijn best. Ik ga serieus zo snel als ik kan. Gewoon even over de finish heen, Jan. Oh, en dan pas ga je mensen beuken zeker. Nou, ik kan je zeggen, ik krijg geen puntjes van me, hoor. Wacht, Liam. Liam. Hij zit vol in concentratie, deze man, maar ik ook. Oh, hij is ernaast. Wat heb je gedaan? Mooie clean sweep. Ik ben er al 5 keer naast. Ja, ja. Kijk. Nou, we hebben in ieder geval Liam ingegaan. Oh. Wat een goede entree toch weer. We hebben Liam ingehaald. Hoi Mike. Hoi. Ben je nou de 3 man gelapt? Nee, ik ben helemaal niet door je gelapt. Wacht, jij bent al je last. Ze finish al! Ja. Oh nee. Ja, maar jongens, dit kan echt niet meer hoor. Oh nee. Mike. Geef mij, niet de rest, geef mij een kans en je krijgt... Ik kan 1 puntje verdienen, maar als je gewoon mij laat finishen, dan krijg je 2 puntjes van me.
Twee puntjes? Ja, ja, ja. Eén kans krijg je. Oké, één kans. Oh shit, één kans. Dat wordt even tricky. Lekker dat je die kans dan ook mee kreeg. Ja, ik beuk er bijna de finish in. Ik beuk er bijna de finish in. Oh, dat scheelde zo weinig of de DNF was gestart. Oké. Kijk, Mike, je bent wel aardig, je geeft ons een kans. Maar het ding is wel. Ik moet je zeggen, hè, Mike. Het leuke is, ik lig waarschijnlijk op deze plek omdat je me tegenhield. Dus. Dit is gewoon allemaal tactiek dat je puntjes kan verdienen, jij. Tuurlijk. Oké, één kans, Ryan, één kans. Ik ben bijna bij de stunt, Mike. Ik ben nu bij de stunt. Mike, wat doe je? Ik ga nu voor mijn eerste poging. Jan, kijk uit, Jan. Jan, kijk uit. Jan. Kijk uit. Kijk uit, die stunt komt eraan. Ja, maar wacht even. Ja, wacht even. Ik zie dat je gefaald bent. Nee, helemaal niet. Hoe kun je dat zien? Ik ga nu mijn eerste keer de stunt in. Kijk maar, Liam is hier ook namelijk. Liam. Ik ga nu voor de eerste keer de stunt in, Mike. Daar gaan we. Ik zit ook gewoon vol in de slipstream. Dit is niet chill, ouwe. Uh-oh. Ik kan niet remmen, want ik zie niks. Dit is niet chill, Liam. Zie je, ik heb hem nu in één keer gehaald, Mike. Ik ga nu de tweede stunt in. Nee, ik ga nu de tweede stunt in. Ik mag finishen. Ik ga alle kanten op, jongen. Ik ben helemaal aan het stressen. Ja, ik ga finishen. Oh nee. Liam, rijd door, bro. Oh nee. Oh nee, ik ga de palmboom in! Ja? Rijd door. Nou, dit haal je. Hey, we hebben hem allemaal gehaald, jongens. Hey, dit zijn mijn twee punten. Ah nee! Ryan! Nee! Ik ben mijn twee punten al kwijt, want Mike heb gewacht. Oh, jij bent echt serieus. Nee, ik ga hem niet halen, of wel? Oh, jawel. Ja, jawel. Nee, Ryan! Nee! Nee! Hij gaat hem niet halen, hij gaat hem niet halen. Nee! Dat meen je niet. Jan. Dit meen je niet. Ja, Jan. Ja, maar dit... Oprecht, dit vind ik gewoon echt niet leuk, gewoon. Nou, ik heb... -2, en ja, ik heb je 2 punten beloofd. Aan het einde van de aflevering krijgen ze. Ik weet wel wie ik geen punten ga geven. Dat begint met een Ryan. Ja, maar ik slipte zelf weg in die bocht. Ik kon er niks aan doen, ouwe. In ieder geval, dat was de eerste race. Ging weer helemaal goed, zoals je zag. Dus op naar race 2. De volgende race gaat beginnen en dit is een follow it parcours. Oftewel, wat wij moeten doen is we moeten een klein beetje gaan samenwerken om de bowlingbal naar de finish toe te rollen. Als die bij de finish is, jongens, de bowlingbal, ja. Ja, dank u, bijna. Hoezo moeten we die bal beuken dan? Die bal heb je voor letterlijk de finish nodig. Dus die bal moet helemaal naar de finish toe. Nee hoor, ik rij hier gewoon door. Ja, nee, probeer het maar, Perry, probeer het maar. Jij bent niet echt een goede... Hij is niet echt voor de teamwork, zoals je merkt. Die rijdt gewoon in één keer naar de finish toe. Ja, ik help jullie. Go. Nice. Wacht, hij rolt naar achter. Hou tegen, Liam. Nee, jongens. Hou tegen. Nee. Hey, Perry en Ryan, kunnen jullie alsjeblieft niet even helpen gewoon? Ik zeg nou bij Mark Kloten van. Wij rijden gewoon die race, hoor. Ja, maar je kan niet door de finish heen als het goed is. Oh, wel, als het wel door de finish komt. Eindelijk. Wat is, hebben jullie voor teamwork? Ze rijden echt gewoon naar de finish toe! Ja, wij. En het ergernis, hè? Hey, let op, hè? Dan zijn wij met die bowlingbal bezig. Kunnen ze zo meteen de finish niet halen? Zitten ze op ons te wachten? En worden ze alsnog eerst en tweede? En dan hebben wij al het werk gedaan. Let maar op. Geef me een setje, alsjeblieft. Perry moet er samen. Toe de rijd. Nee, jullie zijn erg gewoon. Wij zijn hier gewoon met z'n vieren druk aan het werk. Wacht, moet hij hier tussen of? Nee, je moet naar dat Take Flight Board. Take Flight Board. Ja, die kant op. Ja. Oh, Take Flight Board. Dat meen je niet. Heb je hem? Nee, ik viel eraf. Holy, als ik hoor. Oh, dan moet je hem daar. Ja, dan moeten we nu het setje geven. Oké, daar kom ik. Ah! Was die goed? Nee, ja. Net je moet het precies goed timen, jongen. Heb je hem? Ja, hij is op het randje. Hij is op het randje. Ik geef hem nog een tikkie. Ik geef hem een tikkie. Oh! Oké, een stukje verder. Oké, dan moet hij nu nog wel naar boven zien te komen. Zo. Moeten we niet helemaal naar beneden laten vallen. Het is ook wel mooi dat we deze race met z'n zessen doen en hier gewoon met z'n vieren bezig zijn. Ja, die anderen zijn gewoon disqualificeerd. Ja, die anderen doen nou niet echt de race mee, nee. Ja, ik geef alleen puntjes aan degene die... Ryan die kan gewoon eventjes naar de wc gaan. Die hoeft toch niet die muur op hier achter ons rijden? Want ze proberen hem ook gewoon te cheaten, maar ze hebben de bal nodig. Oh. Gaat goed, gaat goed. Nevermind, Liam is vast op boven gevallen. Ik denk dat het wel kan. Hij heeft wel vaak nu zeggen. Nu komt het lastige stukje. Ja, hij gaat naar rechts. Gewoon blijven duwen. Lekker jongens! Gewoon blijven duwen!
Hoppa. Pas op wel voor de windmolen. Oh, dat bedoel ik. Oh nee, oh jongens! Oh ja. Wacht even hoor. Wacht even. Wat? Ben is gewoon gefinished! Ik sta in de fik! Ja, ik heb het. Hé, maar wat? Ben is gewoon zonder de bowlingbal gefinished! Oh ja, dit is wel echt. Dit is wel echt smerig hoor. Ja, maar laat nou iedereen die bal liggen, of niet? Ja. Ze finishen gewoon, nemen wij die bal gewoon mee, Mike? Ja, maar wacht, Rijn is ook gewoon gefinished! Ja, Mike, fuck die bal, ouwe. Rijd door. Ik ga gewoon doorrijden, hoor. Oh, nee. Maar hoe dan? Dit is wel echt heel smerig. Ik was echt zelfverzekerd dat jullie die bal nodig hadden. Zo ga je het niet halen. Als je nou respawnt, moet je naar aanloop, moet je nog terug en dan moet je echt vol ervan. Ik probeer af te luisteren, maar hoe moet je dit doen, jongens? Oh. Niet zo. Ik denk niet dat je het zou moeten. Maar wacht, normaal gesproken moet je die bal daar dus neerleggen en dan kan je door dat gat springen, maar... Ja. Oh. Lekker Liam, het kan nu dus ook zonder bal, of niet? Ja. Ik heb hem! Let's go, ik heb hem! Jij wil die bal niet nodig! Het ergste is, we hebben deze race in het verre verleden al een keer gedaan. En toen hebben we het wel met de bal gedaan. Maar nu, je kan het gewoon zonder bal. Ik haal hem niet. Ah, deze is wel echt smerig. Nou ja, weet je, zo kan het ook. Paddy krijgt er 4 punten bij. Ryan die krijgt er 3 punten bij. Ik krijg er 2 punten bij. En ik heb zo het gevoel dat de rest allemaal naar -2 gaat. En Mike zit helemaal in zijn eentje nog die bal mee te nemen. Ja, nee, ik blijf gewoon trouw bij die bal, hoor. Jammer, jongens. Alle 3, -2. Ik kan er niks aan veranderen. Je kan er gewoon keihard cheaten. Deze is echt heel smerig. Dat was wel de tweede race van vandaag. Dus we doen er nog eentje op naar de laatste race. De laatste race gaat beginnen en we zijn weer terug in de kerstsfeer, zoals je kan zien. De kerstbomen staan in de verte al klaar voor. Maar, let goed op, jongens. Dit zijn 5 rondjes. 5 laps in... Wajo. In totaal, maar ciao. Het wordt wel een lekkere stunt. Dus succes allemaal. Oh, waar kom jij vandaan? En er staat daar een boom, hè, Angelo, even dat ik het weet. Die zag ik niet. Ik was wel die kerstboom aan het zien. Ja, daar ben ik ook naar aan het kijken, inderdaad. Die leiden wel een beetje af, die kerstboompjes. Ja. Maar het ziet er wel vrolijk en mooi uit. Wajo, ze proberen elkaar daar te beuken, jongen. Nou, gewoon even doorrijden een keertje. Ja, dat zou ik wel doen, Mike. Je hebt nu geen bal die je mee moet nemen, dus... Nou, nee, ik heb graag. Nou ja, ik hoop dat je er 2 meeneemt, maar dat is niet in de race. Was of een lantaarnpaal. Oh, nice. Oh, deze is snel, jongen, deze race. Oh, ik had drie jullie allemaal langs me gaan. Ja, omdat je een Fagner hebt, die is zo snel. En, op de lange of de rechte stukken. In de bocht is hij snel, maar. Op de rechte stukken niet. Zo, Liam! Wow, wat doe je? Bro! Blijf er even aan je eigen kant ook. Ik drift helemaal weg. Holy knetter, jongen. Was dit al 1 lap eigenlijk? Ja, hè? Oh ja, dit was al een lap. Oké, 5 keer, jongens. Pas op voor de palmbomen. Wajo. Wat is er bij jou gebeurd, Mike, dat je in 1 keer 4e ligt? Ja, ik landde en ik knalde vol in 1 keer het parkje rechts in. Oh, ja, nee, dat is... Oh, dat snap ik hem wel. Ik ben weggeslipt. Hoi, doei. Dit wordt een agility race. Kijken wie het langste volhoudt om 5 rondjes gewoon soepel te doen. Vol gas eraan. Maar je hebt die kriegen niet meer onder de knie, Jan. Je zit er nu al mee weg. Nee. Ik slip nooit weg. Kijk maar. Ja, die zit torno's. Heb je mij ooit zien wegslippen, Mike? Nee. Flashback. Nee, dat bedoel ik. Dat is nog nooit gebeurd. Liam. Wajo. Bro, dit is de check. Je moet ook wel aan de ene kant van de weg blijven, hè? Je deed het net al verkeerd naar de stunt. Toen kwam je al in mijn baan. En nu ging je weer aan de verkeerde kant. Oh. Nieuw. Oh nee, ik ga ook langs de checkpoint! Oh nee, ja, dit is wel je baan keihard blijven, kwam. Ja. Hallo Angelo. Hey, ja, dankjewel voor de tip, Liam. Dus jij, dat houdt wel omdat je goed hebt geleerd van mij, want je geeft nu dezelfde tip namelijk. Ja. Zo. Hey Angelo, er staat daar een palmbo voor de 2e keer. Ik dacht, hij heeft het niet gezien. Jawel! Ik wil dat die randjes pakken. Hij houdt ook gewoon zijn mond dat hij 2 keer tegen die palmbo maken mag. Ja, maar die randjes zijn dan zo mooi. Ja, nee, dat wel ja. Alleen als het verkeerd gaat, dan zijn ze niet meer zo mooi. Die Perry en die Mike. Ik wilde de ramglitch doen, Angelo, maar ik wist niet of je achter me reed. Ik dacht, laat maar zitten. Maar die auto van Mike is veel te... Ja, de ramglitch van mij ik krijg gewoon met de vacht. Nee. Nou, ik heb een tornootje. We kunnen beter even doorrijden. Rij echt in de Centorno op de eerste plek. Nee, ik rijd nu 2e. Oh, Mike's auto is mega snel.
Ligt niet aan maar Mike. Een simpel ja, vakje in de ei, zeker niet. Nee, I know. Oh, Ryan! Wat doe jij? Nou, er zijn er weer afvallers. Je ziet wel, hoe meer lef je doet, hoe meer fouten mensen gaan maken. Ik ga weer bijna langs die checkpoint. Je moet echt Angelo, oppassen voor Palmbo. De laatste bocht. Ja, Angelo Palmboom hier. Let op, bro. Let op. Bro, dat ging echt nog bijna fout, houden. Zo. Op welke lap is dit? Oh, 4. Oké, nog 2 keer. Oppassen over dat bochtje, want er liggen van die hobbels in die bocht. Dan ga je een beetje beetje hobbelen. Dat is tricky. Beetje tricky. Hoe ging je dan? Ja, we hobbel. Oké, de bal rijdt in. Gelukkig is die stunt niet heel lastig. Alleen het is meer dat je gewoon zeg maar in de bochten moet opletten, want daar maak je de fout. Ja. En dat moet je niet doen. Volgende bal rijdt je in. Jullie zijn ook aan het zweten op de eerste en tweede plek. Ja, mag ik even een paar puntjes... Ja, maar jullie zijn het voordeel. Jullie hebben F1 races, zijn jullie gewend. En daar doe je ook gewoon 80 laps. Ja, daar heb je hier al veel aan. Ja, er was een stond een boom of een paal. Dat ging niet helemaal lekker. Ik wil het in die Red Bull houden. Oh, wat doe je? Mis je de checkpoint? Ik mis die checkpoint. Ja, dat had ik net. Dat had ik net, ouwe. Ik dacht, waarom ga je nou stilstaan? Oh. Hey, thanks voor je derde plek. Dankjewel. Oh, palmboom bijna. Staat er iemand? Niemand gaat als het goed zijn DNF halen hier. Ah, je weet maar nooit met ons, hè? Nee, dat is wel waar, ja. Ik wil gewoon zo snel mogelijk naar de finish toe. Even de 2 puntjes binnenslepen, want die ga ik zo meteen weer weg moeten geven namelijk. Pff, ik ging bijna de fout in daar. Holy knetter. Gewoon rijd je op. Het is wel een coole race. Er zijn ook allemaal kerstbomen, of niet? Want je rijdt er weer op de onderkant ervan. Oh, het zijn allemaal kerstbomen, ja. En deze keer is die wel soepel, want we hebben al eerder zo'n race gehad. Toen was die echt niet soepel. Maar deze de checkpoint is was ook niet zo soepel. Super nice. Ja. Hop. En dan kunnen we gewoon naar de finish. Goed gedaan, Mike. 4 puntjes erbij. Kom maar, dat is snel. 3 punten erbij. Goed gedaan, Perry. 3 punten erbij. Lekker. Als iemand nou ook even zegt, goed gedaan, Jan. 2 punten erbij. Lekker gedaan, Jan. Ik weet niet of bedankt, hè. Bedankt, hè. Nou, ik ga wel voor mezelf 2 puntjes erbij doen. 3 voor Perry, 4 voor Mike. En de rest is waarschijnlijk allemaal 1. Want als je hier een DNF haalt, dan gaat er echt wel iets verkeerd. Maar ja. Ryan. We moeten het wel even het zekere voor het onzekere nemen. Ho. Neem je nou echt alle palen mee, ouwe. En hij is door de finish, hoor. Goed gedaan. Iedereen is gefinished. Goed gedaan. Dat maakt, jongens, holy knetter. Ik weet niet wat er bij jou is gebeurd, Perry. Dat maakt dat Perry op dit moment op de eerste plek staat met 29 punten. Op de tweede plek staat, even kijken, Liam met 16 punten. Op de derde plek gemiddeld staan Ryan en ikzelf met 14 punten. Op de vijfde plek staat Angelo met 13 punten. En op de laatste plek staat Mike met 10 punten. Maar de vraag is natuurlijk, gaan we puntjes weggeven? Nou, nu moet ik zeggen, ik heb natuurlijk 2 punten aan Mike beloofd. Maar Mike, je krijgt er 4 van mij. Waarom? Omdat je natuurlijk ook die bal nog steeds hebt geduwd tot het bittere einde. En daardoor ja, heb ik gekregen. Dus ik blijf trouw. Je krijgt van mij 4 puntjes. 2 waren beloofd. 2 gewoon puur omdat je natuurlijk die bal hebt geduwd. Angelo, wil jij nog een puntje weggeven? Ja, 13 punten is niet veel. Maar het is wel een ongelukgetal, hè? Ja, dus daar moet ik vanaf. Ja. Ik geef er 2 aan Perry. 2 aan Perry. Ja, Perry staat elkaar voor! Nou, Perry, wil jij puntjes weggeven? Ja, ik geef de mannen van de balrace, die net hadden, geef ik je 3. Maar wie waren dat? Dat was Mike? 3, dus je geeft 9 punten weg? Ja. Nee, goed gedaan, Perry. Goed gedaan. Je hebt ze ook gewoon zelf DNF gegeven, dus op zich. Ja, daar heb ik net die ene punt als het ware. Mike, wil jij nog puntjes weggeven, bro? Hoeveel puntjes heb ik eigenlijk nu? 17 nu. 17. Dan geef ik er 2 aan Liam. 2 aan Liam, kijk eens aan, dat is aardig. Ryan, wil jij nog puntjes weggeven? Ja. 2 aan jou. Dankjewel. Kijk, dat is aardig van je, man. Je moet er eventjes wel weer op mijn goede voetje komen, natuurlijk. Liam, wil jij nog puntjes weggeven? Hoeveel heeft Ryan er? 12 nog maar. 2. Oh, dan krijgt hij ze niet. Dan krijgt er Angelo, krijgt er 2. Angelo krijgt er nog 2. Kijk eens aan. Nee, je hebt letterlijk van niemand punten gekregen, Alweer. Dat maakt, jongens, de tussenstand. Perry, die staat op dit moment nog steeds op de eerste plek met 22 punten. Liam staat op de tweede plek met 19 punten. Angelo staat op de derde plek met 16 punten. Mike staat op de vierde plek met 15 punten. En je hebt een gelukje, Ryan, want ze staan gedeeltelijk op de laatste plek met 12 punten. Nee, jij staat op de laatste plek. Ik sta 5e.
Nee, helemaal niet. We staan alle twee op de vijfde plek. Als er nu een podium staat, dan moeten we samen op de vijfde plek. En dan mag jij achter me gaan staan, want dan ziet niemand je. Ik ga geen DSDS meer halen, jongen. Je gaat eraan volgende keer. Maar dat gaan we natuurlijk morgen allemaal zien. Dus heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Voor meer check natuurlijk ook Perry uit, check Angelo uit, check Ryan uit, check Mike uit. En check Liam uit. De link staat in de beschrijving. En dan zijn we natuurlijk morgen weer terug met een nieuwe aflevering. Dus hopelijk ook weer tot de volgende keer. Jokers. Bye bye.